Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. We zijn weer bij elkaar. En ik wens jullie een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Het moet vandaag 2 juli wezen. Ja, dat klopt. En het is 7 minuten over 12, 2018. Ik moest mijn pc even opnieuw opstarten. Dus ja, dan moet ik dat even doen, hè. Wat zijn wij aan het doen daar buiten? Hé, nee. Kijk, jij bent nou heel erg stout. Mag dat? Hé. Hey. Nou, die krijgt dus zo op je zo de harnis en dan kan ik schoonmaken. Vuil, vies beest. Bah. Nou ja, zien jullie ook weer eens een keer dat hij stout kan zijn. Ja. Dus het zal zo meteen even schoonmaken. Zal moeten, hè? Vies beestje. Ba, 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 ba. Nou ja, oké. Okay. Ik heb in de schuur een schoonmaker zijn. Met een geurtje. Dus ja. Zo nu en dan, zo 1 keer in de week, 2 keer in de week, moet ik dat toch spuiten daar. Ja. Dus hé, hey, hij is ook minder verliezen. Hij mag eigenlijk niet buiten de poort van de dokter. Want hij heeft last van zijn heupen. Hij mag eigenlijk ook geen trap lopen. Hij mag eigenlijk niet springen. Hij mag eigenlijk niet rennen. Noem maar op. Maar ja, dan is hij toch aan het stuiten, hè? Ja. Kijk, die kant is van hen. Daar mag hij plassen en poepen. Dat kan ik opruimen. Maar daar mag hij niet komen. Moet hem ook alles wegsleuren, hoor. Maar ja, dan zal ik die deur even schoon gaan spuiten. Dan is dat weer even schoon en ik zou zeggen, we spreken elkaar later weer. En geniet van jullie dag. En ja, we houden elkaar op de hoogte, zou ik zo zeggen. Doei, doei. Hi, man. Hé, wat zie je eruit vol met zand. Ba, ga buiten spelen. Ja, nou, dat doen we niet, zeg maar. Mijn hondje ligt daar. En ik heb vanmiddag visite gehad. Ja, heel onverwacht. Want dat had ik niet gepland. Nee, ik zou vanmiddag weg. Pokémon jagen en vloggen. En jullie meegenomen hebben met de GoPro en ook deze camera. Wat gebeurt er? Was nog heel even bezig. Gaat de poort open. Komt Astrid binnen. Met haar dochter. Ja. Dus ja, dat ging dus niet door. Maar de plannen zijn gewijzigd. Ik ga zo meteen mijn eten klaarmaken. En mijn hondje eten geven. Een klein beetje. Niet te veel. Want anders eet hij te vroeg. Ja. Dus en als ik weer terugkom, krijgt hij. Oeh, dat was een zon in een auto. Maar Chrisje komt me weer ophalen en die komt bij tijd. Dan gaan we weer weg en dan neem ik jullie ook mee, ook de GoPro. En dan gaan we een hele andere kant op dan jullie gewend zijn. Maar de terugweg, dat is wel weer even over de dijk ook. En we zien wel hoe laat we thuis komen. En ik hoop dat jullie zullen genieten. Ja. Dus ik ga alles aan de lade gooien. En dan nemen we jullie gewoon gezellig mee. Ja, waarom ook niet? Zeggen tot later.